Jeetje, mina. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Ik sta op dit moment in Werkhoven, het echt een boerendorp in het midden van het land. En hier is de Tienerweek. De Tienerweek is een vakantieweek voor kinderen met brandwonden. Kinderen tussen in de leeftijd van 11 tot met 14 jaar. En het is georganiseerd door Stichting Kind en Brandwond. En ik ga jullie meenemen. Ik zit hier naast Marion. En Marion is coördinator van Stichting Kind en Brandwond. Kun je mij vertellen waarom jullie dit soort weken organiseren? Ja. Deze weken organiseren we speciaal voor kinderen met brandwonden om ze te laten zien dat ze niet de enige zijn met brandwonden. En het mooie is dat ze tijdens zo'n week ook van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen delen met kinderen die het zelf hebben meegemaakt. Ik sta hier naast Kees en Kees is de coördinator. Wat heb je zoal op het programma staan? Ze zijn nu, af en toe hoor je misschien wat getrommeld, zijn ze de djembe aan het doen. Precies. En straks, maar het programma is voor de kinderen nog geheim, gaan we zweefvliegen. Zweefvliegen. Ja. Heftig gaaf. En als ze nou niet te lang in de lucht blijven, mogen de stafleden ook. Nee joh. Ja. En jullie gaan natuurlijk ook nog zwemmen? Uiteraard. Dat is een vast onderdeel om inderdaad je littekens te laten zien in een openbaar zwembad. En daarmee om te gaan. En als je dat samen doet, dan is die stap een stuk makkelijker. Ja, mooi. Dat vind ik altijd een heel erg mooi onderdeel. En natuurlijk een mooi onderdeel is het kampvuur. Ja. Dus ook inderdaad het weer omgaan met vuur en ook zien dat ja, vuur ook gewoon heel gezellig en als het maar in een veilige omgeving gebeurt, niet eng is. Ik zit hier naast Sylvie. En Sylvie, jou ken ik ook al heel erg lang. Al heel lang, ja. We hebben al heel veel jaren meegeweest met Scar Wars. Ja. Scar Wars is het vakantieweekend voor kinderen met brandwonden vanaf 18 jaar. Ja. En nu ben jij staflid. Ja. Mag ik vragen wat jou is overkomen? Jazeker. Ik heb meningococcus sepsis gehad, bloedvergiftiging, en daardoor heb ik littekens gekregen. Ja. Okay. Is het dan een vleesetende bacterie, noem je dat zo? Ja. Ja. Okay. Ja, dus geen brandwonden, maar nee. Wel ernstige littekens. Ja. Merk je nu al verschil bij kinderen in het laten zien van hun littekens? Zeker, ja. Er zijn er wel een aantal die komen binnen en die zijn dan... Nou ja, alles is natuurlijk nieuw en nog een beetje ontdekken en kijken wie is. En die zitten nu te springen en te spelen in het water, in hun bikinis. En dat, ja, wow, ziet echt wel een groot verschil vanaf de eerste dag. Mooi. Zeker. Naast mij zit Laura. Ja. Laura, jij bent deelnemer hier. Ja. Is het de eerste keer of de... Zesde. De zesde keer al? Ja. Wauw. Ook al met kinderkamp mee geweest. Oké, okay, kinderkamp, ja. Mag ik vragen wat er met jou gebeurd is in het verleden? Ja. Toen ik 15 maanden was, kom ik op de stoel. En daarna op tafel. En toen pakte ik die theekan, die stond midden op tafel. Mijn moeder dacht, dan kan ze er niet bij. Toch wel. En toen gooide ik het over mezelf heen. Jeetje, toen je 15 maanden was? Ja. Oké, okay, dus heet water. Ja. En waar heb je je litteken zitten? Ja, hier zo. Op je arm. Hier, ja, en dan hier. Ja. En hier. En hier nog een beetje zo. Je zei net dat je heel veel vrienden hebt inmiddels van al die jaren vakantieweek. Ja. Wat betekent dat voor jou? Nou, gewoon al die vrienden, daar kan je ook steun uit halen. En je kan allemaal dingetjes zeggen gewoon over brandwonden. Want normale, zeg maar, vrienden zonder brandwonden, die weten dan niet echt, zeg maar, hoe het dan voelt en hoe het is om dat te hebben. En dan hier komen allemaal mensen en dan kan je ermee over praten. Het is wel super leuk dat ik hier Sam tegenkom, want ik was laatst bij jou thuis, hè? Ja. Dat was even gaaf, dat ik je moeder geïnterviewd, maar jij hebt heel mooi op je wuggle gespeeld. Ja. En nu ben je mee met de Tienerweek. Ja, nu ben ik mee met de Tienerweek. Ja, vind je het leuk hier? Ik vind het heel leuk. Ja? Heel leuk, ja. Kijk, en dit is Joep. Hey, hoe hallo is allemaal. Ja, hartstikke goed. Jij bent staflid? Ik ben staflid hier, ja, voor het tweede jaar. Wat ik nou bijzonder vind aan jou, is dat jij nu mee bent als staf. Ja. Maar jij bent zelf ook mee geweest als deelnemer. Ja. Maar de eerste paar jaren niet. Nee. Want, hoe zit dat? Ja, ik weet eigenlijk zelf niet zo goed hoe dat zit. Want ik wist zelf als klein kind, en mijn ouders ook wel, dat er kampen waren. Maar ja, op een of andere manier is dat er gewoon nooit echt van gekomen. En dat vind ik wel... vind ik wel heel erg jammer, vooral nu ik zie hoeveel lol dat de kids hier hebben en hoeveel dat ze eraan hebben natuurlijk aan het eind van de week en de vriendschappen die ze eraan overhouden en dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, ja, jaloers ben ik niet, maar ik vind het wel heel jammer dat ik het als klein kind gemist heb. Ik kreeg laatst de vraag van als je het zou willen veranderen of zou je
egaal willen zijn. Ja. Nee, want dan zou ik mezelf niet herkennen. En dan zou ze ik echt horen bij jou. Ja, ja, zeker weten. Mijn brandwonden horen bij mij. En ik heb er ook gelukkig nooit moeite mee gehad. Okay. Ik ben er wel mee gepest vroeger. Maar dat heeft me nooit veel gedaan. Want ja, ze horen bij mij. Ik kan het toch niet veranderen. Ja, mooi gezegd. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Doei doei. Wauw, heb je er zin in? Echt wel. Woe! Zo! Woe! Graciano wil vlogger worden voor de Brandwondenstichting, hè? Nou. Ja, gewoon een vlog voor dagelijks leven, maar Brandwondenstichting kan ook. Oké, nou wie weet. Neem de camera lekker mee. Nou, iedereen. Nou, we gaan. Maar ik hoor net dat ik met dat vliegtuigje mee mag. Oeh, daar gaan we lekker hard! Wauw! Oeh! Jeetje, wie dan? Wauw, echt wel heel gaaf! Dankjewel Kees dat ik hier vandaag bij mocht zijn. Nou, leuk dat je was. En een beetje de tienerweek kon laten zien. Volgens mij heeft iedereen genoten. En nou ja, ik ook natuurlijk. Gelukkig. Super gaaf om de lucht in te gaan. Ik ben nog een beetje dizzy, maar kom maar goed. Straks wel bij. Ja, gelukkig, ik hoop het. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende keer. Doei doei!